Feyenoord. 2 jaar lang was Tseet Bruinja dichter des vaderlands. Sinds een week is dat stokje overgenomen door Lieke Marsman. Tseet is nu aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je bent nog geen week weg. Er breken massaal rellen uit. Ja, en Heerenveen staat voor. Die verliezen 11 wedstrijden. Althans, binnen 11 wedstrijden niet, ja. Tijd om te dichten, zeker voor jou, of niet? Precies. Ja, absoluut. Ja. Nou goed, dat maakt op zich niet zoveel uit, hè. Maar als dichter des vaderlands, dan kan je je gedachten kwijt. Dan denk ik toch iets meer aan de rellen dan Heerenveen. Maar misschien is het in jouw geval wel anders, of niet? Nee hoor, ik denk ook meer aan de rellen. Ja. En ik was natuurlijk 2 jaar lang helemaal gefocust op die actualiteit. En nu heb ik het stokje overgedragen aan Lieke Marsman, die het heel goed doet. Heel mooi openingsgedicht had, Nederland. Maar het blijft wel een beetje jeuken. Ja, je blijft dan ik las sowieso de krant en volgde. Ik keek altijd het nieuws. Dus je handen gaan nog wel een beetje jeuken. Ah, je kan natuurlijk gewoon dicht, ook al ben je geen dichter des vaderlands meer. Zeker. Natuurlijk. Dus dat doe je dan wel. Ik kan ook vrij werk. Ja, maar ik kan ook weer vrij werk maken. En daar heb ik ook weer zin in. Gewoon werk. Ja, slokt dat je helemaal op als je dichter des vaderlands bent? Maar maak je dan weinig vrij werk meer? Ja, weinig vrij werk. Ja, bijna niet eigenlijk. Alles wat ik deed was een opdracht. En dat is ook prima hoor. En daar kun je ook heel veel in kwijt. Ook van je eigen creativiteit. Het is niet zo dat je dan helemaal naar je opdrachtgever toeschrijft of zo. Maar nee, is het op een gegeven moment ook wel lekker omdat je dat nu even dus niet meer hebt? Dan, ja, je voelt zo'n druk het hele jaar door van ik moet. Ja. En dan kijken natuurlijk allemaal collega's ook mee. Dan denk je van, doe ik het wel goed? En je moet het op korte termijn doen, hè. Dus je moet het soms binnen een dag, soms binnen een paar uur moet je iets maken. En dat is natuurlijk niet altijd... Normaal heb je er meer tijd voor. Ja, doe een beetje denken aan degene die de oudejaarsconferentie doet. Hè. Daar hoor je ook dat soort verhalen bij. Die eigenlijk geen moment... rust willen nemen als het ware. Want ze weten, ja, als iets gebeurt, ik moet er wat mee. Ja, ze moeten heel opletten. Ja, dat herken ik wel. Ja. Nou goed, je bent ook geïnteresseerd in sport. Dat horen we al meteen. Want je bent blij dat Heerenveen voor staat. met 3-0 tegen Feyenoord. Als wat gebeurt, hè, dan weet je, dan schakel ik er even over. Maar dat zou jou kunnen wegdragen. Maar je hebt dus ook een gedicht speciaal voor ons geschreven. Dat heb ik gedaan, ja. Toch nog een opdracht. Over de rol van sport. Straks willen we alles over horen. Maar ik zou het heel leuk vinden als je het nu wil voortdragen voor ons. Ik lees het voor. Het heet Blaffen vanaf de zijlijn. Terwijl jonge mannen zich in onze steden verder bekwamen in steenwerpen, winkeltje plunderen. Ik vraag me daarbij af wat ik zelf zou meenemen. Waarschijnlijk enkele pakken ecologische fairtrade koffie of wat prijzige rode wijnen. En het bestoken van de politie met illegaal vuurwerk begint in de sportkantines zo langzamerhand het frituurvet van een goed jaar te worden. Evolueert uit kruimels paneermeel op het aanrecht nieuw leven. Zondagochtend fietste ik langs een voetbalveldje met een hond die weinig zin had om uitgelaten te worden. Het publiek dat thuis moet blijven stond aan de overkant van de sloot, ver van het hek in groepjes van 2 hun jeugd te bewonderen tijdens de training. In geen velden of wegen was er een clubje ME'ers of waterkanon te bekennen. Al die geweldloze gemoedelijkheid fleurde mij op. Zodanig zelfs dat ik tegen het luie hondje begon te oreren over de hoop die ik koester. Dat alle tegels in de kleedkamers weldra wild als een groepje hooligans met goede bedoelingen eensgezind weer de klappen zullen weergalmen van een natte handdoek tegen een paar blote billen. Het had geen enkele zin. 0,0. De hond was niet vooruit te branden. Nog even volhouden, zei ik. We zijn er bijna. En schieten ze een beetje op, anders ga ik je vanavond uitlenen aan een winkelier die in het centrum woont. Ja, dit is heel mooi. De mooie samensmelting van dan deze twee thema's bij elkaar, Tseet. Heel mooi gedaan. Wat inspireerde je tot dit gedicht? Heb je een, huisdier? Ja, ik heb een huisdier. Ja. We hebben 2 honden. En met een van de honden was ik aan het fietsen. Langs een voetbalveldje in... ik woonde de helft van de tijd in Nijmegen, de helft van de tijd in Amsterdam. En ik fietste langs... bij Bos en Lommer heb je zo'n voetbalveldje vlakbij station Sloterdijk. En daar stonden mensen echt zo netjes aan de overkant. En hier in Nijmegen wonen we ook vlakbij een voetbalveld. En daar zie ik het ook wel. Als dat mensen dan niet bij het hek staan, maar dan net een paar meter van het hek af. En wij hebben beeld van jou, hè? Wij zien jou, want jij zit thuis. Ik ben de hele tijd benieuwd. Ik zie achter jou allemaal kerstkaarten hangen. Als mensen jou een kerstkaart sturen, doen ze dan ook hun best om hele mooie poëzie te schrijven daarop? Of
Is het gewoon fijne kerst? Nou, dit is voor mijn, voornamelijk voor mijn vriendin en haar dochter. Maar ik sta er waarschijnlijk ook bij. Maar mijn vriendin open. Schrijft ook, ze heet Heidi Kores, is net stadsdichter van Nijmegen geworden. Mijn naam staat hier wel op. Ik zie nog geen gedichten, maar het is wel interessant, ja. Misschien moet je toch eens wat eerder toch eens lezen die kerstkaarten. Ik weet wel dat ze nou... Ja, maar het is al een poosje geleden, hè? Nee, dus dat is waar. Maar het schiet opeens te binnen of mensen dan ook extra hun best doen. Of we ze gaan, dan gedichten gaan maken. We gaan zo verder praten, maar met jouw goedkeur gaan we even in Heerenveen kijken. Ja, bij Heerenveen Feyenoord, Jan Vincent. Waar Heerenveen kansen krijgt om er 4-0 van te maken. Feyenoord is de weg volledig kwijt eigenlijk in deze wedstrijd. Ze proberen het wel. We hebben een schot gezien van Steven Berghuis die van rechts naar binnen kwam. Maar het was een hopeloos schot. Hij is gewoon niet in vorm, de aanvoerder van Feyenoord. Staat al 5 wedstrijden droog. Heeft hij niet gescoord. Nou, dat overkomt hem eigenlijk niet zo vaak. Berghuis die scoort toch wel regelmatig. Maar hij heeft het moeilijk nu. Nu wel een goede paas op Jurgensen. Komt er een kans voor Feyenoord. Jurgensen legt hem terug op Toornstra. Voorlangs, nee. Wordt verdedigd door Floranus. Dan heeft hij geluk, want als Floranus die bal op een andere manier tegen zijn voet krijgt, kan het zomaar een eigen doelpunt zijn. Goeie kans voor Feyenoord. Ja, als ze nog wat willen, de Rotterdammers, dan moeten ze nu natuurlijk snel scoren bij die 3-0 achterstand. Want Heerenveen kwam met 2-0 uit de rust en dan vrij snel naar rust. 3-0 via Van Bergen. En dan moet Feyenoord dus nu een antwoord gaan vinden. Kijken of ze iets kunnen doen via Geertruida. Geertruida, de rechtsback, gaat naar binnen toe. Alle spelers nu, met uitzondering van Marsman, op de helft van Heerenveen. Dus er is sprake van druk van Feyenoord. Berghuis, de creatieve man aan de rechterkant. Komt hij nu met een goede actie of komt hij met de voorzet? Hij legt hem even terug naar Geertruida. Geertruida, het is druk daar in het strafschopgebied van Heerenveen. Het is dus zoeken voor Feyenoord. Kunnen ze daar een gaatje vinden? Het gaat via Toornstra aan de rechterkant. Dan weer inleveren bij Berghuis. Die moet het maar bedenken dan. Die heeft de versnelling. Probeert Kaïp uit te spelen. Lukt hem niet. Kaïp maakt er een hoekschop van. En dan gaan natuurlijk de lange spelers van Feyenoord, Senesi en Bottegien, mee naar voren. Die kunnen goed koppen. En Berghuis, hij moet ze dan zien te vinden. Hij komt nu met een lage voorzet. Bij de eerste paal staat Jurgensen. Bal valt af. Komt bij Diemers. Diemers die legt hem af op Toornstra. Brengt Berghuis hem nog een keer in. En weggekopt door Veerman. Kan Heerenveen even opgelucht ademhalen. 3-0 is nog altijd de voorsprong voor Heerenveen tegen Feyenoord na 57 minuten. We praten verder met Sid Bruinja. Die is net Dichter des Vaderlands af. Maar was ook dit jaar ambassadeur voor de poëzie. Om het grote publiek kennis te laten maken met poëzie. Nou, Sid, je hebt op een gegeven moment zelfs aangeklopt bij Donald Duck, begreep ik? Ja, dat klopt, ja. Ja, mijn voorganger, Estonomi Perkin, die lukt het om bij het ANWB-blad... De Kampioen heet het, hè? Dat is volgens mij het blad met het hoogste aantal abonnees in Nederland. En daar lukt het haar om een poëziewedstrijd op te zetten. Dus toen dacht ik van, ja, wat is nou nog meer een groot blad? En toen hebben we het geprobeerd bij Donald Duck, maar vingenbot, ja, helaas. Dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Want dan, dan probeer je die jongere lezers aan de poëzie te krijgen. Nou, misschien luistert er nu een redacteur die dan met mijn opvolger Lieke Marsman in contact. Nou, je had wel een ander project dat wel geslaagd is. Tenminste, als ik het mag geloven, coronagedicht.nl. Ja. Een platform, vertel eens. Ja, dat was een platform eigenlijk tijdens de eerste golf. Er is nu een bloemlezing van uitgekomen. Maar tijdens de eerste golf had een webdeveloper uit Nijmegen, die had een domeinnaam geclaimd en die wilde wel een site bouwen rondom voor mensen, omdat ze gewoon gedichten konden insturen. Dus toen ben ik als een soort ambassadeur daarvan gaan optreden. Dus ik heb op Facebook en op allerlei social media eigenlijk mensen opgeroepen om gedichten in te sturen. En ook met aandacht voor streektalen en andere talen. Ik wilde dat het heel breed was. Dus ook echt voor professionele en amateurs. En er werd ook voor de radio werden natuurlijk gedichten gemaakt door een aantal dichters. Moesten jullie dan door jouw ballotagecommissie heen? Of? Nee hoor, nee. Dat was geen totaal. Behalve dan racistische dingen of zo, weet je wel. Dat is flauwekul. Ja, nou, dat komt ook nog wel eens voor. Maar gelukkig niet op... 1 keer of zo, geloof ik. Oké, dat heb je eruit gehaald. Wat raakte je in de gedichten die mensen daar publiceerden? Op coronagedicht.nl? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk vooral de breedte. Dus dat al die mensen daar zo mee bezig waren. En wat we eigenlijk ook wel zagen op het nieuws. Dus mensen die naar een bejaardenhuis gaan. En, ja. Of die schrijven over eenzame ouderen. Die zitten te zwaaien achter een raam. Dus thuis grapjes over mensen die thuis leven aan hun kinderen.
Ja, ieder had zijn eigen corona-verhaal, zeg maar. Ja, absoluut. En ja. Nu las ik in een eerder interview dat jij in je eigen gedichten altijd wel de nuance zoekt. Daarbij moeten we niet denken dat je dan altijd de middenpositie inneemt. Nee, soms want je wil ook nog wel boos worden en zo. Ja, en ja, nou zo bijvoorbeeld vlak voor het aftreden van het kabinet dacht ik wel van ja jongens, dit kun je echt niet volhouden dat je nou blijft zitten. Daar was ik wel. Dacht ik van nou, dan ga ik een beetje een duwtje geven. En wat was dat duwtje dan? Ja, ik had eerst een gedicht gemaakt. Ik heb er twee gemaakt. Waarin ik sprake was van een Mark Asscher en een Mark Rutte. En een Mark de Jonge, denk ik ook. Die allemaal in de plantsoenendienst aan het werk waren. Met een enkel bandje om. Of tenminste, ik legde hun uit hoe je het enkel bandje een beetje hoe je dan om moest gaan. Je noemde hem de Jonge, minister de Jonge. Onze redactie viel het volgende op. Ja, je zou het een gedicht kunnen worden van minister de Jonge. Laat even luisteren. Minder mensen besmet, minder bedden bezet. Dus wat ons te doen staat, is het aantal besmettingen verlagen en die derde golf vertragen. Ja. Netjes. Ja, goed gevonden. Ja, of is het toch een niveautje Sinterklaas gedicht? Nou ja, het hangt vanaf wat je. Kijk, dit is het beginnetje, hè? Ja. Dus nu moet ik hem nog even een cursus geven hoe hij dat af gaat maken. Ja, en hoe dat moet dan wel even een stukje niet meer rijmen, want dat wordt een beetje een deuntje dan. Ja. Zou het bedoeld zijn, denk je? Dit? Of was het onbedoeld? Ik heb geen idee, maar het klinkt wel heel erg rijmend. Ik moet het de context horen. Ik moet er horen wat er omheen staat. Ja, dat is maar ja, een miljoen mensen in Nederland schrijft gedichten. Dus, je kan zeggen het poëzie in het wild. Kom je dat vaker tegen? Nou, als ik luister... Ik ben helemaal niet zo'n grote voetbalfan. Maar ik luister wel heel graag naar... Naar sportradio. En als je dan, vooral als je de verslaggevers hoort die op het veld dan commentaar geven, dat ritme wat erin zit en die versnelling en zo, dat doet voor mij wel heel erg denken aan poëzie. Ja. Nou heb je dit gezegd. En dan willen we even luisteren naar Jan Vincent van Zuiden. En dan kunnen we even op een andere manier naar jou luisteren. Jan Vincent, trek je er niks van aan? Doe ja, verslag. Lekker dan. Van Heerenveen, Feyenoord. Doe je best. Oeh, bijna 4-0 via Henk Veerman. Ja, ik val maar gewoon met de neus in de boter. Bijna weer een doelpunt, want de Heerenveen valt naar hartelust aan. Het krijgt veel kansen. En het had die zomaar 4-0 kunnen zijn via Henk Veerman, die zich goed vrijdraait in het strafschopgebied. Hard uithaalt. Marsman die plukt hem uit de kruising. Dat betekent een hoekschop voor Heerenveen. Feyenoord heeft twee keer gewisseld. Leroy Fer en Luis Sinisterra zijn naar de kant gegaan. En Brian Linssen en Lucas Prato zijn in de ploeg gekomen. Ja, Linssen die maakte dus een hattrick in de heenwedstrijd van dit seizoen. Feyenoord-Heerenveen. Drie keer Linssen. Nu is het 3-0 voor Heerenveen. Na 63 minuten te spelen en krijgt Heerenveen weer een kans, want er komt een hoekschop en Rami Kaïp staat achter de bal en die neemt daar zijn tijd voor om die bal voor te geven. De centrale verdedigers zijn weer mee naar voren van Heerenveen. Bogniewicz en Drezevic. Komt die bal van Kaïp, wordt gekopt? Nee, door Jurgensen, niet door een van de verdedigers van Heerenveen. Bal wel opgevangen door Heerenveen. Siem de Jong in de strafschopgebied. Siem de Jong komt daar alsnog de 4-0. Nee, bal gaat via Senesi over de achterlijn. Weer een kans voor Heerenveen. Nee, Feyenoord, ik zie het niet meer gebeuren in deze wedstrijd. 63 minuten, 3-0. De duidelijke voorsprong voor Heerenveen tegen Feyenoord. En de scheidend dichter des vaderlands, Tjeerd Bruinja, luisterde heel geconcentreerd mee met Jan Vincent. Ja, nou, je hoort hem ook. Hij komt ook echt tot een einde. Hè? Net zoals je gedicht eindig je ook. Voor mij is het gedicht iets muzikaals. Er zit een ritme onder. Het is eigenlijk een soort drummer aan het spelen die je niet hoort. Ja. Maar het gedicht staat ook in een soort toonsoort. En je hoort hem ook zo helemaal mooi naar het einde toe werken. En dan legt hij dat zo neer. Dat hoor je toch vaak een dichter ook doen. Ja, je hebt ook je noemde net al even het enkelbandje. Dat zeg je denk ik niet voor niks. Want je hebt ook een bundel geschreven. De Springtij heet die bundel. Ja, en dat is een bundel gedichten na ontmoetingen met TBS'ers en hun behandelaars. Waarom wilde je zoiets maken? Het was niet een idee van mij. Het was, maar ik heb wel ja gezegd. Ik ben uitgenodigd door de Pompenstichting. Ja. Die hebben een kliniek in Nijmegen in Zeeland. Een dorpje vlakbij Nijmegen. En een long stay en een plek waar mensen een aantal jaren zitten. En die vroegen mij of ik gedichten wilde maken over TBS of over het leven met TBS. En dan ga je dus, stel ik me zo voor, eerst met die mensen in gesprek. En op basis van die gesprekken ging je dan een gedicht maken? Ja, het werkt eigenlijk als volgt. Je mag eigenlijk niks mee naar binnen nemen. Dus ik had een opschrijfboekje bij me en een pen.
En dan ging ik met iemand die was uitgezocht, ging daarmee zitten. En dan ging ik mee praten, meestal anderhalf uur, moet je op rekenen. Ja. En die stelde ik vragen, nooit over het delict, alleen over hun leven voor TBS en in de kliniek. En dat schreef ik allemaal op. Dus ik schreef echt precies op wat ze zeiden. Mm-hmm. En dan ging ik thuis ermee aan de slag. En dan ging ik die anekdotes en die verhalen ook wel een beetje opnieuw rangschikken. En dan maakte ik daar een gedicht van. Een documentaire poëzie noem ik het. Want het is iets anders dan wanneer je zelf een gedicht maakt. Dus het is heel erg op basis van wat zij. Het is een soort verslag. Verslag, maar dan wel in dichtvorm. Is er één verhaal uit die klinieken dat voor jou eruit springt? Nee, nou, de titel. Ik moest denken. Ja, ik moest die. Er was één man en die was wat. Die was psychotisch, maar die kon ook wel weer praten. En die had zo'n stukje. Ik zal even heel kort dat stukje voorlezen. Want het meeste is heel erg toegankelijk. Daar kan ik straks misschien één regel of zo van laten horen. Maar hij begon. We waren aan het praten en in één keer begint hij over plannen. Plannen is net als rattenplannen. Ratten, ze komen zo snel op de geur van kaas af. Dan val je in de val voor muisjes, is het hetzelfde. Tegenwoordig speelt iedereen met muisjes achter de computer. De nieuwe vogelkooi is mooi. Canarische eilanden, Blackbird, allemaal zingen ze zo mooi hier. En dat zei die man. En toen dacht jij? Muziek? Ja, want Spoken dit kan word, ik zelf rap. Niet bedenken. Bijna een rap die je uitspreekt, Janet. Ja. En dat is, weet je wel, je moet associëren. Je moet dingen bedenken. Ik weet het, is ook, bij die verslaggever die op het veld staat, is dat niet zo. Maar die moet ook de hele tijd taal maken. En deze man die moest geen taal maken, maar dat ging eigenlijk vanzelf. Hij had daar geen controle over. Hoeveel mensen heb jij gesproken? Hoeveel TBS'ers en hoeveel behandelaars voor die bundel? Twee behandelaars, twee geestelijk verzorgers die me eigenlijk begeleiden. Ik denk zo'n 16 mensen, ja. Ja. 16 patiënten of bewoners, dat is maar net hoe je het wil noemen. Tot slot, nu ben je dichter des Vaderlands af. Ga je nog zoiets maken? In zo'n scene, zoals die TBS? Of? Oh ja, nou, als mensen mij weer zouden vragen, zou ik waarschijnlijk wel ja zeggen voor zo'n dergelijk project. Omdat het zo fijn is om echt rondom één thema iets te maken. Zo'n bundel die echt een geheel is. Dat is heel spannend. Ik ben een beetje een progressive rock fan. Dus ik hou van concept albums. Mm-hmm. The Wall kent iedereen wel. Ja, dat is dit een beetje. En dat vind ik wel. Dat is wel een mooie uitdaging. Ja. Nou, als mensen dit gehoord hebben, dan kunnen ze je dus bellen om jou uit te nodigen. Veel dank, Tjeerd Breinja. Die nieuwe bundel Springtij, gedichten over het leven van TBS'ers en hun behandelaars, is nu verkrijgbaar. En vanaf morgen is het dus Poëzieweek. Dus aan dichtwerk de komende tijd geen gebrek. Dankjewel, Tjeerd.